Voor nog een bakje. Ogen dicht. Hey, hallo lieve vrienden, het is vandaag weer maandag 3 mei en we leven om 3 minuten over 1. Ja. En ik wens jullie natuurlijk een hartelijk welkom bij weer een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. En ja, Astrid die komt straks weer om 2:15. Dus ik ga zo meteen maar eerst snel met de hondjes uit. En ja, ik moet eigenlijk GoPro om, hè, maar het is zo'n geheim en zoveel werk daarmee. Vooral als je nog een jas aan hebt, want het is toch nog wel koud hoor. Ja, ik vind het nog geen qua temperaturen, geen mei, nee. En dan worden alle vogeltjes een ei te gaan leggen, maar dat betwijfel ik hoor. Ja, het is veel te koud momenteel, maar ja, de natuur is ook door de war. Maar in ieder geval, geniet van jullie dag, ga ik ook doen. En jullie weten, als Astrid is, is het een werkdag. Astrid mag niet op de film van de baas, dan krijgt ze bonje en dan krijgt ze ontslag en dat mag helemaal niet. Dus ja, dat doen we dan ook maar niet. Dus ja, die heeft een waarschuwing gekregen toen. Dus ja, daar moeten we er wel even mee uitkijken, toch? Ja. Dus ja, eentje ligt er hier, dat is Elwing. De andere die staat op de bank, die zien jullie wel. En Rolator staat ook naast mij, klaar. Dus ja, ik ga me klaarmaken. En nou ja, sowieso gaan jullie mee, maar ik kom niet aan jullie omdat het, ja, daar heb ik het te druk voor op dat moment. Ik moet meer op mijn hondjes letten en kijken dat ik niet uit ondersteboven wordt gereden. En ik moet ook om de haak van mijn rollator in de berm zetten. Want ja, er zijn meerdere auto's die er langs moeten. En smalle kleine autootjes, ja, die kunnen er langs. Dan hoef ik niet te doen. Maar je hebt ook bredere, weet je wel. En grote. Nou ja, daar moet ik wel voor aan de kant. En dat is logisch, hè. Ja, ik ben niet de enige die daar loopt en die dan ook aan de kant moet. Nee, daar moet je gewoon rekening mee houden. Rekening houden met elkaar. En niet zoals die man dat doet van grote mond geven en uitschelden voor van alles en nog wat. Het mooie en lelijke is, laat me zeggen, dat heeft hij niet te doen, want ik kan hem niet eens. Dus ja, laat hem beleefd blijven. Met beleefdheid bereik je meer dan met schelden, tieren en vloeken en weet ik veel wat nog meer. En dan ook nog dreigen van ik rij je aan, want je hoort hier niet lopen. Ja, maar hij hoort mij ook niet aan te rijden, ook al hoor ik daar niet te lopen. Hij mag mij niet zomaar zonder pardon aanrijden. Want hij kan aan de kant, het is maar een klein autootje. Het is zo'n besteldingetje wat je vroeger van de PTT had, weet je wel, die rode dingetjes. Nou, hij had dan een zwarte ineens, zo'n klein dingetje. Nou, dat kan makkelijker langs, maar nee, meneer, die gebruikt ook de gracht nog eens een keer als racebaan. Maar het is in de bebouwde kom, het is een smalle weg, langs de gracht, er is wel een stoep, maar moet mijn honden langs dus op de stoep, langs de deur hebben te poepen? Dat doet geen eens, lopen allemaal aan de andere kant. Ja, nou, hou rekening met elkaar, is een kleine moeite vind ik. Ja toch? Nou, hij kennelijk niet. Maar oké, gedaan de zaak in een keer. Ik moet gewoon opletten en alert zijn. Ik ga er vandoor. Het is op die klok 1 uur. Op mijn horloge is het 7 minuten over 1. Op de computer weet ik het nog niet. Die moet ik nog aandoen. Dus ja. En op mijn telefoon kan ik het ook nog niet zien. Want dan staat het nou niet. Dus ja, ik weet het echt niet. Maar komt goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, hou volgende moed. Geniet. Van elkaar, met elkaar, van het weer, waar je ook woont, of het nou regent, of zonneschijn, of bewolking is, ik weet het ook niet. Maar geniet gewoon van de dingen die jij doen gaat. Doei, tot later! We'll be right back.
Ja, hallo lieve vrienden. Ik had vanmiddag dus niet meer aan het filmen toegekomen om jullie erbij te pakken. Astrid is natuurlijk geweest, maar ook kreeg ik een appje. Ben je thuis? Ja, ik ben thuis. Oké, kom ik even een bakje doen. Sandra van Cirilo. Nou ja, oké. Leuk, gezellig. Ja, maar wat ik was vergeten in alle hectische en drukte van vanmiddag, dat ik afgelopen nacht een tas had besteld bij de Vomar van Tuku Tuko. 10 voor 6. Wow! Ik moet ze maar bellen. Kijken of er nog wat staat. Ja, voor hetzelfde geld ik weg. Het is van 5 tot en net 6. Dat je het kan halen. Ik denk, ja, ik ben nou een beetje aan de late kant. Zou er nog wat staan? Nou, en er stond nog wat. Ik kom eraan. Dus dan heb ik eerst gehaald. Toen heb ik het thuis afgeleverd. Ik heb de meisjes ingekoppeld aan mij. En ik ben gaan wandelen met de meisjes. Dus ja. Daar ben ik nou net ook weer van terug. En ik heb de tas te goed te go. Hier staan. Dus we gaan er mee beginnen. De stoel verder naar achteren. Zo. Jullie even een stukje naar achteren en dan gaan we gewoon weer graaien, omdat ik ga kijken. Wat is de man? Oké. Een klein bakje voel ik. Wat het is, ik weet het niet. Ik heb mijn oogjes dicht. Nou ga ik kijken. Oh. Nou, aardbeien lus ik wel. En wat er voor de rest in zit. Meloen lust ik niet. Aardbeien wel. Een bessen, ja, blauwe bessen, ja, ik lust het wel, maar toch niet zo het gek erop. Maar ja, ik zit in de koelkast voor de liefhebber. Ik bedoel, het gaat naar één soort fruitsmaak en ik lust geen meloen en het ligt op de meloen. Nou, dan geef mijn pasje maar een fikkie. Ja, toch? Ja. Oh, is zo'n bak. Oh jee. Ik kan deze niet dat ik hem op de kop heb. Ik draai hem om. Ik weet het niet. Wisselkant en klare dingen dat je kan. Ja, ik ga kijken. Rode linzen. Oh, soep. Heb ik nog nooit gemaakt. Dan gaan we dat proberen. Ja, rode linzen soep. Ja, je weet me nooit waar het voor is. Ik voel nog een bakje. Ogen dicht. Misschien. Ik weet het niet. Ah, nou, dat kan ik nu wel opeten. Rode kool met haché. Ga ik nu opeten? Ja, lekker. Wat kost dat? 3,99. Ops, mijn rug. Ik voel nog een bakje. Mijn oogjes dicht. Straks kan ik nog kiezen. Ik weet niet wat dit is hoor. Oogjes open. Au, dat is kabeljauwhaartje. Lekker vis. Wow. Ja, maar dan moet je wel wat vind in hebben, dus het gaat de vriezer in. Ja? Wat kost het eigenlijk? Kijk even naar. Ja, dat is duur. 6,27. Ik betaal dus 4,99. Dat is 5 euro, zeg maar. Nou, enkel dit al is dus 6,27. Nou, dat is 1. Dan krijg je dat fruit. Dat is 1,99. Deze valt, ja, is al trouwens afgeprijsd, geloof ik, of niet? Is het altijd zo goedkoop, deze? Ja, het is soep, hè? Maar ja, er zit links, hè? Oh, ja, nou, ja, ik kijk wel hoe het allemaal moet. Staat er recept op, dus. 2,99.
En dan die rode kool is 3,99. Dus het kan weer uit, zou ik zo zeggen. En de linse, dan horen we er werk voor nodig. Staat het er ook ergens bij, zo niet zo lang. Meestal staat dat er nog wel ergens bij. Want het duurt zo lang, weet je. Kooktijd zo lang. Tomaat, ui, 21% rode linzen, paprika, wortel, gember, groentebouillonblokje. Gejodeerd. Zout, kalium, ik kan het ook wel lezen, iodaat. Gedroogde fluorosestroop, suiker, 6,4%, groente, wortel, selderij, gisten, extract, aroma, gerst, selderij, zonnebloemolie, kruiden en specerijen, selderij, knoflook, kurkumal, weet ik veel, ja, hallo. Ik verslik mijn lucht. Maar, ouder, daar is wat recept. Zet dat erbij. Ik zie geen kokosmelk. Het is vegetarisch. Maar ook geschikt voor vegetarisch. Maak de groenten schoon, snijd de tomaten, wortels, bleekselderij en paprika in stukjes, spel en snipperduin en knoflook en rest de blaadjes en takjes teen. Schil de gember en snijd een blokje ter grootte van een dobbelsteen fijn. Verhit 2 eetlepels olijfolie in een soeppan en fruit de ui en knoflook glazig. Op middelhoge temperatuur voeg de wortel, bleekselderij, paprika, gember in het blauw leerblad toe en bak deze 3 minuten op hoge temperatuur. Voeg de tomaten en tijm toe en bak deze 2 minuten mee op middelhoge temperatuur. Voeg de rode linzen, groentebouillonblokjes in 1 liter water toe. Breng aan de kook en sluit af met een deksel. Laat dit 15 minuten op lage temperatuur koken. Dat bedoel ik maar. Verwijder het lauwleerblad en pureer de soep met een staafmixer tot de gewenste dikte. Breng eventueel verder op smaak met peper. Ik heb al eens een staafmixer, maar waar ik die heb... Ik heb hem ooit van mijn mannetje gehad, maar of ik hem nog heb en niet weg heb gegeven, ik weet het niet, want ik gebruik van hem nooit. Staafmixer, ik gebruik altijd gewoon een normale mixer. Maar ja, en ik ga dat straks zo even opruimen en dan ga ik kanden of eten geven. Ik heb er weer een tasje bij, want hij is leeg. En ik ben er weer blij en gelukkig mee, want het kan altijd uit. Ja, dan heb je weer genoeg eten in huis. Ik had ook de Karin en Roderick gekregen. Ik zou vandaag weer eigenlijk aan zijn begonnen, maar ik had geen zin om te koken. Ik heb vandaag een hoop gedaan, een hoop aan mijn hoofd gehad. Ik denk, ja, ik ga gewoon brood met een gebakken eitje eten. Nou, dat zou ik met weekend al en dat heb ik nog niet gegeten, want ik had wel andere spullen. Ja. Maar oké, ik ga nou die rode kool zo meteen in de magnetron zetten. Lekker, lekker, lekker! En ik wens jullie gelijk... Oh ja, wacht eens even. Ik heb vandaag 2 keer deze nom gehad. Mijn, zo moet die. Die had ik dus voor me. En jullie waggelen wel met mij mee. Trouwens, ik waggel niet zoveel meer, maar als mij loopt, dat gaat wel mee te bewegen. Maar ik haal het geluid ook weg en ik laat het versneld afspelen. Jullie zijn vandaag 2 keer mee geweest. Vannacht hoeft het niet, want er slaapt meneer. Ik ben hem vandaag ook niet tegengekomen. Dus ja, gewoon een gezellige loopie. 1 keer achter de flat langs en 1 keer om
om Dijkzicht heen. Dus ja, gewoon gezellig. Dus ja, dat had ik gewoon weer om mij heen. Hey, ik moet dat gewoon om mijn hoofd hebben, zo. Nou ja, dan gaat dit allemaal. Dan moet mijn arm er doorheen. Nou ja, komt wel hoor. Zo. Ik zal hem vanavond weer aan de lade leggen, want ja, en de filmpjes, ja, dat komt wel goed. Dus, maar oké, dan weten jullie dat even. Jullie zijn lekker gezellig meegeweest met lopen, met de hondjes. Voor nu zeg ik, een hele liefdevolle avond toegewenst. Geniet ervan, hou van elkaar, geef elkaar een knuffel, geef elkaar een kus, wees lief. Dan doe je dat pas goed. Ja toch? Hou de eer aan jezelf. En voor later op de avond uiteraard wel terug te slaap lekker met mooie dromen. Mijn oorbel hangt niet goed. Zo. Hij hing achter tevoren. Met mooie dromen. En ik hoop ooit dat ze voor jullie zullen uit mogen komen. Ik zeg graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot morgen. Doei!